Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe video en welkom in Barcelona. Voordat ik van start ga wil ik jullie eerst even ontzettend bedanken voor de hoeveelheid reacties die ik heb mogen ontvangen op mijn bericht dat ik een samenwerking ben aangegaan met Canon. Voor degenen die het niet gezien hebben, de link naar de video staat in de beschrijving. Is echt overweldigend. Zoveel leuke reacties. Echt onwijs bedankt. Ik was eerder deze maand ook al 72 uur in Barcelona, maar dat was met een groep vrienden. En toen wilde ik het eigenlijk een beetje gaan vloggen, maar ik vond het gewoon niet zo boeiend genoeg om te gaan zeggen van kijk, nu lig ik op het strand en nu gaan we uit eten. Dus ik heb er gewoon veel meer van genoten onderling als dat ik het echt heb vastgelegd op camera. Maar ik heb nog wel wat beelden die ik met jullie wil delen. Zo graag natuurlijk om gewoon even die zijstraatjes in Barcelona te pakken, om vooral heel erg kleurvol zijn. En dus nu staat de zon er volop. En die straatjes zijn natuurlijk hartstikke smal, dus je krijgt echt zo'n mooi strijklicht. Dus qua fotografie en video kan je hier echt je lol op. En het voelt een beetje als een déjà vu, want hier achter mij, je ziet het al, ligt het W Hotel. En daar is mijn eerste vlog eigenlijk een beetje begonnen. Voor degenen die het niet gezien hebben, op een gegeven moment val ik op het bed en gelijktijdig ga ik door naar het zwembad. Kijk maar even. Dat is trouwens wel echt de meest creepy kussen die je op een hotelkamer kan aantreffen. Hè? Daar. Heel apart. Een overgangseffect en ik wil eigenlijk even met jullie laten zien hoe ik dat in de montage heb gedaan. Goed, ik heb in dit geval even Adobe Premiere geopend. Dat is het montageprogramma waarin ik al mijn werk doe, maar dat kan ook gewoon in Final Cut Pro en zelfs in iMovie. Het gaat er namelijk om dat je van tevoren nadenkt over je shots en welke shots je aan elkaar gaat koppelen om te zorgen dat dit effect het beste werkt. Hier heb je geheel vlog nummer 1. Audio hieronder in het groen, dat zijn eigenlijk alle muzieksporen. Daarboven staat de spraak. Daarboven staan alle videobeelden en daarboven staat de kleurcorrectie met de zwarte balken, die ik trouwens nu niet meer in mijn vlogs gebruik. We gaan even naar een aparte sequence, daar heb ik die transitie alvast klaarstaan. Dit heb ik jullie net laten zien met de kussen die ik weggooi en daarna dus op het bed val en vervolgens doorga naar het zwembad. Nou, je ziet het eigenlijk al een beetje omdat ik het nu rustig frame voor frame kan afspelen. Wat we even gaan doen is deze twee uit elkaar halen. Dan kan je zien dat ik natuurlijk gewoon land in het bed. En daarna ga ik het gewoon nog een keer doen om te zorgen dat ik hem goed heb. En ik wil juist het moment pakken dat ik met mijn hoofd op het bed terechtkom. Want dat is het moment dat ik ook ga gebruiken in de volgende clip op het moment dat ik in het bad val. Dus we gaan spelen frame voor frame af. Dit is nog te vroeg. Bijna. Heel charmant, Erik. Maar dit is wel het moment deze. Er zit ook een kleine vervaging in, dus dat gaat helpen. Dit snijden we af. Dan gaan we op zoek naar dat gedeelte bij het zwembad. Als ik die ook weer even ietsje langer maak dan het begin, kan je zien, hier sta ik nog bovenop de rand van het zwembad. Heel charmant, wederom Erik. En hier val ik met mijn reet erin, daarna met mijn rug. En dit is eigenlijk het moment waar ik, nou, het lijkt net alsof ik flapporen heb, heel fijn, ga gebruiken om aan elkaar te koppelen. Die twee zet ik letterlijk zo strak tegen elkaar aan. Zo. En dat is het eigenlijk. En simpelweg dat het twee dezelfde composities zijn. Hier zo en deze. Qua uitsneden zijn ze hetzelfde. Alleen de achtergrond verandert dus. Betekent dus dat in combinatie met muziek je in één keer zo'n transitie-effect krijgt. Dan ga ik hier op zoek naar een piekmoment in de audio. Je kan zien dat het hier heel erg rustig is. Hierna komt het een keertje omhoog. Dit bouwt eigenlijk allemaal spanning op. En hier zit pas de echte val. Dus een plaatsen we deze een klein stukje terug. Deze een stukje daarheen. Die eraan vast even. Dan zetten we alles aan. En als het goed is, moet hij het nu doen.
Het werk in Barcelona zit erop. Ik stel voor dat we terug naar Rotterdam gaan. En dan ga ik jullie nog meer van die overgangstechnieken leren. Zo, terug in Rotterdam. En dit is ook gelijk de eerste transitie die ik jullie wil leren. De hand over de lens heen. Het is trouwens wel een stuk kouder dan in Barcelona. Maar goed, de reden dat je die hand over die lens heen doet, heeft eigenlijk mee te maken dat je in de montage veel sneller van locatie kan veranderen. In plaats van dat je shotjes tussendoor kan laten zien. Lekker ook zo'n sirene. En het is heel makkelijk door inderdaad gewoon heel snel je hand over de lens heen te doen, waardoor het zwart wordt. En op het moment dat je op een andere plek staat, doe je weer je hand over de lens heen, haal hem er vanaf en dan ben je dus op een andere plek. Hele leuke manier. Het is een soort van alsof je geblinddoekt wordt. Je weet zelf nog wat je zicht is, wat je, het laatste is wat je gezien hebt. Je krijgt die blinddoek om en op het moment dat je op een andere plek bent, gaat die blinddoek af. Het belangrijkste om even te weten is dat de autofocus en de belichting van je camera goed moeten zijn. Want op het moment natuurlijk dat je je hand eroverheen legt, wordt het helemaal zwart en heeft de camera moeite op het moment dat je de hand er weer vanaf haalt. Een variatie op die hand over de lens effect is eigenlijk als je de camera gewoon rechtstreeks naar je borst toe trekt. Daardoor wordt het natuurlijk ook in één keer zwart en dat maakt het misschien wat makkelijker als je bijvoorbeeld je andere hand vol hebt of je wilt gewoon even een variatie op die hand over de lens effect. Dus je bent aan het praten en op een gegeven moment trek je de camera naar je toe. 1, 2. En op het moment dat je op een andere plek staat, hou de camera weer van je borst af. Dat is de volgende transitie die ik jullie wil leren. Die gebruik ik heel erg vaak. Ik noem het een beetje een veegtransitie. Je gaat namelijk letterlijk je camera heel snel van links naar rechts bewegen. Of van boven naar beneden, maakt niet uit. Maar belangrijk is wel om even in de gaten te houden welke manier je beweegt. Want op het moment dat je twee clips weer met elkaar wil combineren. Dus je doet het eerst op de ene plek, dan doe je het van links naar rechts. Dan moet je het op een andere plek ook weer van links naar rechts doen, zodat het in de montage halverwege goed in elkaar over kan gaan. En het effect wat je daarin bereikt is dat de eerste paar frames heel erg onscherp zijn en heel veel snelheid bevatten. En daardoor krijg je een beetje het idee alsof het gedaan is door een plugin. Maar je hebt het dus gewoon allemaal met de camera gedaan. En dat is het fijne van deze transities. Je hebt er niks anders voor nodig. Je kan gewoon met je camerabeweging alvast transities maken. Ik gebruik ze echt heel erg vaak. Gewoon als ik klaar ben met praten of een shot aan het maken van iets anders. Aan het einde van dat shot gewoon in één keer de camera wegbewegen. En dat ook gewoon gebruiken in de montage. Dat waren mijn tips. Ik hoop dat je wat aan hem gehad. Laat vooral ook even weten wat jullie ermee gemaakt hebben. Het zijn manieren die ik dagelijks nog steeds gebruik. Zo heb ik afgelopen week een modeshoot gefilmd. Iets wat ik trouwens niet heel erg vaak doe. En heb ik ook die manieren gebruikt om een beetje snelheid in die montage te brengen. Kijk maar. Dat was het dan voor deze video. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Als het zo is, druk dan even die blauwe duim omhoog. Ram ook even op die abonneerknop. Ik ga heel snel de winnaar bekendmaken van de EOS Filmmaker Kit. Mocht je nog niet gereageerd hebben op mijn Instagram foto, deze dus, doe dat dan even. Tag degene waarvan jij vindt dat hij die kit verdient. En dan ga ik komende week de winnaar kiezen en dan kom ik hem persoonlijk bij langsbrengen. Uiteraard ga ik er ook een video van maken. En de rest is me eigenlijk alleen nog maar om te zeggen, geniet van deze timelapse.